In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vandaag starten wij met een prekencyclus over het geestelijk leven van onze zielen. We kennen allemaal het evangelie en de dogma's, de geloofswaarheden die daaruit ontnomen zijn. Maar het is echter ook belangrijk dat wij niet enkel maar kennen, maar ook beleven. De letter maakt dood, de geest maakt levend. En we willen levende katholieken zijn. En daarom zullen wij aan de hand van de kerkleraar Alphonsus Maria de Liguri, gestorven in 1787, het geestelijk leven van onze ziel bestuderen. Een leven in genade op weg naar het hemelse vaderland. Paus Pius IX sprak: de boeken van die heilige geleerde man, geschreven met een wondergroot vermogen voor godsvrucht, zij ademen overal liefde tot Jezus Christus. Zijn geschriften bieden een overvloed aan vermaningen, aan raadgevingen en aan gedragsregels, welke voor ons aller zielenheil ten zeerste gedienstig zijn. Laten we dus, mijn dierbaren, deze schat niet onaangeroerd liggen. Openen wij gezamenlijk de schatkist en bewonderen wij de edelstenen die erin verborgen zijn. Maken wij onze ziel rijk, levend. De heilige Alphonsus begint zijn boek over het geestelijk leven van onze ziel door een principe voor te stellen. En de verduidelijking van dit principe is het thema van de huidige overweging. Toen God Adam schiep, sprak God: gaat en vermenigvuldigt u. Dat was het axioma, het principe, de opgave die God aan Adam geschonken heeft bij het begin van het Oude Testament. Bij het begin van ons tijdperk, de tijd van de genade, bij de herschepping van onze ziel door God, sprak God: wees volmaakt, zoals ik ook volmaakt ben. Wees niet enkel maar lichamelijk levend, maar ook geestelijk levend. De opdracht van God, opgelegd aan de mens, bestaat er dus in volmaakt te worden, heilig te worden. Welnu, zo zegt de heilige Alphonsus, deze volmaaktheid is niets anders dan liefde tot Jezus Christus, onze God. Sommigen, zo bemerkt de heilige Franciscus van Sales in zijn u bekende Philothea, sommigen zoeken de volmaaktheid in vele boetewerken, anderen in het gebed, anderen in het vaak ontvangen van de sacramenten, of in het geven van aalmoezen, of in de studie. Maar daarbij vergeten zij God te beminnen. En zulke mensen, zegt de heilige Alphonsus, bedriegen zichzelf. De volmaaktheid, de heiligheid, bestaat erin God te beminnen met geheel ons hart. En wekt de heilige Paulus ons niet op tot liefde? Zegt hij niet: houd boven alles de band van de volmaaktheid, de liefde. En zonder die liefde ben ik niets. Ook de heilige Augustinus, hij zegt:
in het Latijn. Ama et fac quod vis. Dat betekent, bemin God en doe wat gij wilt. Zodra namelijk een ziel God bemint, zet de liefde haar namelijk aan alles te vermijden wat de goddelijke meester zou kunnen mishagen. En doet zij alles wat hem wel behagelijk is. De koningin aller deugden is de liefde. Waar de liefde is, brengt zij als hofhouding alle andere deugden met zich mee. De heilige Paulus roemt daarom de liefde in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Hij vermeldt haar hofhouding. De liefde is goed, de liefde is geduldig, de liefde is nederig. De liefde is dus een deugd die verenigt. De liefde tot God verenigt ons met God, met de allerheiligste drievuldigheid. En daarom schrijft Johannes: ik bemin die mij bemint. God is liefde, want wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En daarom, mijn dierbaren, geeft de liefde ons ook kracht. Kracht om in God en met God alles voor God te leiden, alles voor God te doen. De heilige Augustinus, hij zegt heel mooi: niets is zo moeilijk, of de ware liefde brengt het toch tot stand. Waar de liefde is, is geen moeite. Waar de liefde is, wordt de moeite bemind. Een liefhebbende ziel schenkt namelijk ijverig, zelfvergeten, welgevallige daden aan haar goddelijke meester. Zij treurt slechts zo weinig voor haar goede God te kunnen doen. Enkel die liefde, mijn dierbaren, is noodzakelijk. Zo zegt ons de Heilige Schrift in het Hooglied: rijkdom vergaren, aanzien verkrijgen, gezellig leven, dat is niet noodzakelijk. Het enige noodzakelijke is God te beminnen en Gods wil te vervullen. Al onze andere handelingen moeten daartoe gericht zijn, om God te behagen. De heilige Paulus, hij zegt: al het andere is sterkora. Verbloemd vertaald is dat rottend afval. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. En alles wat ik doe, baat mij niets. Dat is de afwezigheid van iets, mijn dierbaren. Nu wij met de heilige Alfonsus overwogen hebben wat ons enige doel is op aarde: volmaaktheid en heiligheid na te streven, toont ons Sint Alfonsus waarin deze heiligheid, waarin deze volmaaktheid bestaat. Heel kort, mijn dierbaren, de volmaaktheid bestaat daarin dat wij onze kleine wil met de grote wil van God vereenzelvigen, zodat er geen verschil meer bestaat. De heilige Dionysius de Areopagiet, hij zegt: liefde maakt beide willen van beide personen tot één wil. En de heilige Hieronymus, hij becommentarieert deze spreuk van de heilige Dionysius. Hij zegt: gelijk haat de wil van partijen verdeelt en ze zelfs tot vijanden maakt, zo is er slechts oprechte liefde wanneer die ene persoon
enkel maar dat wil wat de andere persoon begeert. Het boek van de wijsheid concludeert betreffende onze liefde tot God, wat heiligheid is. Liefde tot God is God onderdanig zijn. En zo zegt de heilige Johannes ook: als gij God bemint, dan houdt gij ook zijn geboden. Dan volbrengt gij zijn wil. En dat is duidelijk. Opdat namelijk een ding goed en volmaakt zou zijn, moet het haar doel beantwoorden. Een verfborstel is pas goed als men er verf netjes mee op de muur kan aanbrengen. Zo niet is die verfborstel onnut en gooit men die in de prullenbak. Wel nu, mijn dierbaren, de mens is slechts op aarde gebracht om God te dienen, door de wil van zijn schepper te volbrengen. Het is niet genoeg een goed mens op aarde te zijn die slechts zijn eigen wil volbrengt. De heilige Alphonsus maakt volgend vergelijk. Nemen wij aan: een knecht werkt zonder rust, maar hij doet slechts dat wat hij zelf wil. Een andere knecht is trager, maar hij verricht wel de opgave van de meester. Wel nu, wie van beiden is de beste knecht? Gods wil moet centraal staan in ons zielenleven. En zo niet maken wij een christendom naar onze eigen smaak. Een godsdienst waar God maar met genoegen moet nemen. De hele boosheid van de zonde bestaat erin te willen wat God niet wil. Of niet te willen wat God wel wil. De heilige Anselmus zegt: de christen die zijn eigen wil volgt, die berooft God eigenlijk van zijn kroon. En de profeet Samuel, hij zegt zelfs: God niet gehoorzamen is afgoderij. Onze houding moet gelijk zijn aan die van koning David, waarvan God zegt: David is een man naar mijn hart, daar hij mijn wil volbrengt. En inderdaad, David zingt in zijn psalmen: paratum est cor meum. Mijn hart is bereid en mijn ziel smolt weg toen de Heer zijn wil aan mij kenbaar maakte. Mijn dierbaren, dat is niet zomaar dichtkunst. Davids ziel smelt. Dat betekent dat zijn ziel vorm aannam aan de pasvorm, aan de mal, aan Gods wil. David had een leerzaam hart dat zich voegde naar alles wat God behaagde. Inderdaad, hoe zouden onze werken, onze daden, ook al zijn ze goed, welgevallig kunnen zijn aan God, indien deze werken tegen Gods wil of tegen Gods voorzienigheid geschieden? Samuel, de grote profeet, hij was toornig op koning Saul, toen Saul een brandoffer voor God verrichtte. Het feit was op zichzelf goed, iets aan God offeren. Maar het was verricht door de verkeerde persoon, op het verkeerde tijdstip,
tegen de wil aldus van God. En daarom sprak God: brandoffers heb ik niet gewild, maar dat gij luisterde naar mijn stem. En zo zien wij dat Christus bij zijn menswording reeds sprak: ik ben gekomen om uw wil te volbrengen. Tot niets anders. En in de Hof van Olijven voegde Jezus zijn menselijke wil zich naar de goddelijke wil. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is een voorbeeld voor ons. Christus zegt: al wie de wil van mijn Vader volbrengt, hij is mijn broeder. En de grote heilige Theresia van Avila, zij besefte heel goed dat het onze taak is Gods wil te leren kennen en dan ook te vervullen. Zij schrijft: het doel van onze dagelijkse meditatie is te zoeken naar Gods wil, zich met die wil te verenigen en daarna deze wil uit te voeren. En inderdaad, bidden wij niet in ons Onze Vader: Vader, uw wil geschieden. Mijn dierbaren, onze vrije wil is het kostbaarste of een van de kostbaarste dingen die wij bezitten. Het is nodig om te kunnen beminnen. En daarom is het ook het grootste geschenk dat wij God kunnen en ook dus moeten opofferen. Het is dat ook dan ook wat God wenst. Hij zegt in de psalmen: Zoon, schenk mij uw hart. Wil echter dit offer volmaakt zijn, de schenking van onze wil, dan moeten wij wel acht geven. Het moet namelijk aan twee eigenschappen voldoen. De schenking van onze wil moet geheel zijn. En ten tweede moet zij standvastig zijn. Sommige mensen willen Gods wil vervullen, behalve enkele puntjes die voor hen te moeilijk zijn. Dat kunnen wij niet, dat willen wij niet, alles andere wel, maar dat niet. De heilige Alfonsus zegt: maken wij ons geen illusie. Zulke katholieken dienen zichzelf. De tweede categorie van mensen is die God wel hun wil schenken, maar na enige tijd komen zij erop terug. Dan staan zij terug aan God zijn voordeur om het geschenk terug te vorderen. En ook daar zegt de heilige Alfonsus: maken wij ons geen illusie. Deze categorie van mensen keert God de rug toe. Zij verkiezen iets anders boven hem. En daarom, mijn dierbaren, moeten wij vaak 's morgens bij het morgengebed onze volmaakte overgave van de wil hernieuwen. En weliswaar geheel en standvastig. Christus beminden, dat is heel belangrijk te begrijpen, dat daarin de ware godsvrucht bestaat. Liefde tot God, onze Schepper, en hem dienen naar zijn wil. Dat is de ware godsvrucht. Ware godsvrucht is niet het navolgen of het involgen van karakteriële neigingen. Hoe vaak ziet men niet dat neerslachtige christenen denken God te moeten dienen in eenzaamheid? Hoe vaak zien wij niet dat actieve mensen van aard, zoeken naar volmaaktheid in werken?
Anderen hebben een karakter dat neigt naar strengheid. En zij zoeken dan naar werken van boetvaardigheid. Sommige katholieken zijn goedhartig en denken dan dat de volmaaktheid daarin bestaat aalmoezen te schenken aan de armen. Maar ware godsvrucht, zo zegt de heilige Thomas, zo zegt de heilige Franciscus en zo zegt ook onze leermeester, de heilige Alfonsus, bestaat in de onderwerping van onze ziel, van onze geest, dat is ons verstand en onze wil, aan God. Alle andere godsdienstige oefeningen zijn slechts in die mate welgevallig aan God, als ze overeenkomstig met Gods wil geschieden. Gods heilige wil is het richtsnoer van alle goed, van alle deugd. En zo, mijn dierbaren, na deze inleiding, laat onze kleine controle doen vandaag. En gaan wij na hoe ons zielenkompas staat. Vanzelfsprekend, wij zijn gedoopt, wij zijn katholiek. Ons leven behoort God toe. Maar kijken wij ook na of onze blik constant op Gods wil gevestigd is. Dat is namelijk de basis van ons geestelijk leven. Dat is het thema van de komende overwegingen. Gaan wij dat na, mijn dierbaren? Zoek ik de wil van God? En nadat ik hem gevonden heb, volbreng ik hem ook als teken van liefde tot God. En smeken wij aan de Moeder Gods Maria, onze hemelse moeder, om zich zelfoverwinningskracht ook aan ons te geven. En dat zij grootmoedigheid aan ons mag schenken. En zij, onze goede moeder, die sprak: zie de dienstmaagd des Heren en mij geschiede naar uw woord, naar uw wil. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.